Kijkers en luisteraars, vaarten, goedenavond. Welkom bij SBS Reports van maandag 31 augustus, de binnenlandse berichten. In Nikeri hadden vanmorgen 100 schoolgaande jongeren die zich hebben opgegeven voor de grote vakantieschoonmaakactie zich gemeld op het emplacement van openbare werken sectie Nikeri, waar het startsein is gegeven voor het Kringkondre project. De scholieren zijn daar toegesproken door het hoofd van openbare groen Nikeri, Sedok, adjunct districtsecretaris Mahadeo als vertegenwoordiger van de districtscommissaris en het assembleelid Giliano Snip. Zoals jullie weten is de schoonmaakactie 2015 met een week verschoven wegens omstandigheden, installatie, president, minister-president en dergelijke. Dus vandaar dat het is verschoven met een week. Jullie weten, het is een initiatief van onze president. Het doel ervan is om de jongeren te stimuleren, zodat ze leren om te gaan met het milieu. En vooral een ondersteuning voor de sociaal zwakkeren. Zodat je een centje kan verdienen en daarmee je ouders kan ondersteunen bij het aanschaffen van je schoolbenodigdheden. Dit is de vijfde keer dat het wordt georganiseerd. En ik zie een heleboel bekende gezichten. Dus ze weten wat het effect is. We willen bereiken dat de jongeren, vooral de jongeren, meer milieubewuster worden. We zijn al milieubewust, maar het moet beter zijn. Want we zien wat het is. Overal wordt er zwerfvuil gegooid. Je ziet een heleboel troep in de sloten, portie, bakjes en alles. En vooral op de vrijdag en de zaterdag daarvoor in bij de markt wat er gebeurt. Zelfs flessen worden op straten kapot geslagen, dat echt niet nodig is. Ik wil aan jullie heel veel succes toewensen. We hebben twee werkperioden. De eerste periode, daar hebben we 100 studenten. En de tweede periode ook 100 studenten. Dus totaal worden 200 studenten geholpen met een centje. Om te zorgen voor je schoolbenodigdheden. Het is bijna traditie geworden dat het ministerie van Openbare Werken tijdens de grote vakantie studenten in de gelegenheid stelt om mee te helpen aan het schoonhouden van het district Nikeri. Maar daardoor ook in de gelegenheid stelt om wat geld te kunnen verdienen om zodoende hun schoolbenodigdheden daarmee te kunnen kopen. We weten allemaal dat onze ouders het een beetje moeilijk hebben. Dus we vinden het prachtig dat u toch meedenkt met uw ouders en probeert om zelf een bijdrage te leveren aan je eigen studie. Ik wil u vragen om tijdens de periode dat u wordt ingezet, al dat geest dat aan u wordt gevraagd te doen, op een heel veilige manier te doen. Doet u het veilig. Een ander verzoek is dat nadat de periode is afgesloten, u zoveel als mogelijk met anderen daarover praat, om hen ook bewust te maken, om het district gewoonweg schoon te houden. Gebruik dat geld dat u hebt verdiend echt goed. Besteed echt aan uw lesmateriaal. Ik wens u tenslotte een heel leuke werkperiode toe. Nogmaals, doet u het veilig. En we zijn ervan overtuigd dat nadat wij de beide periodes hebben afgesloten, het verschil qua milieu direct merkbaar zal zijn. Eigenlijk deze komende dagen ben je een voorbeeld voor de omgeving. Omdat je laat zien dat je helpt om Suriname schoon te maken en Suriname schoon te houden. En dat is heel belangrijk voor ons. We kunnen heel veel daardoor voorkomen. Dus je bent uitverkoren en daarvoor moet je blij zijn. Werk veilig, werk prettig, ja, let op jezelf, maar het is ook goed om te letten op de ander, waardoor het altijd veilig zal zijn. De heren en dames die de leiding zullen hebben over de groepen, wil ik ook bedanken dat u dat wilt doen om jongeren onder jou, ja, te hebben en te kijken hoe u samen met hun, ik zeg niet zij alleen, maar samen met hun een bijdrage leveren. Leveren om Nikeri, het land, schoon te houden. Het zal heel prettig zijn.
Maar jouw vakantiejob zal compleet zijn als je je gelden nuttig zal besteden. En daarom roep ik je op om dat ook te doen. Waardoor je je moeder kan zien, je ouders kan zien, kunnen zien dat je een bijdrage wil leveren. Want dat is het. Na de toespraken kregen de jongeren instructies waarna zij naar huis mochten. Vanaf morgen zullen zij volop aan de slag gaan, gestoken in een oranje vest. 2600 scholieren doen landelijk mee aan de nationale schoonmaakactie. Minister Siegfried Wolf gaf vandaag het startsein voor dit project. De schoonmaakactie duurt tot en met 25 september en is ingedeeld in twee periodes. De eerste periode eindigt op 11 september en de tweede start op 14 september. Sinds 2011 wordt deze actie uitgevoerd onder supervisie van het directoraat Openbaar Groen. Naast het schoonmaken van verschillende openbare plekken, heeft deze actie tot doel het milieubewustwordingsproces onder de bevolking in het algemeen en de jeugd in het bijzonder te stimuleren. De komende weken zullen deze scholieren in alle districten ingezet worden om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten op straat en andere openbare plaatsen, meldt Openbare Werken. Er is medewerking gevraagd van het Korps Politie Suriname en het Surinaamse Rode Kruis om assistentie te verlenen. In de voorgaande jaren hebben deze instanties reeds hun medewerking verleend. De bewindsman wenste de scholieren veel succes toe in de komende weken. Wij stellen het enorm op prijs dat jullie een deel van jullie vakantie willen inzetten voor deze actie. Ik doe verder een beroep op jullie om het geld dat jullie zullen verdienen, 35 SRD per dag, nuttig en verstandig te besteden. Wees voorzichtig en let goed op ons milieu, niet alleen de komende weken, maar ook daarna. De opleidingscoördinator geschiedenis van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, Mildred Caprino, is trots op haar 7 studenten van Nikeri die de eerste MOA-opleiding geschiedenis, die geheel in Nikeri is verzorgd, hebben afgerond. Caprino zegt trots te zijn op haar studenten die voor hun afstudeerscriptie allemaal onderwerpen van Nikeri hebben gekozen. De onderwerpen zijn de studenten aanbevolen en zijn allemaal liefst alles in historisch perspectief. De diploma-uitreiking eerste groep geslaagden voor MOA-opleiding geschiedenis van het IOL in Nikeri vond vrijdagavond plaats in een der lokalen van de scholengemeenschap Nikeri. Om een voorbeeld te geven, er is over Henaar gesproken, maar dan niet als polder als zodanig, dus laten we zeggen het geografisch aspect, maar de historische invalshoek. Er is gesproken over Waterloo, een van de mooiste werkstukken die er is geproduceerd. En notabene, de arbeiders, we hebben ons afgevraagd hoe de mens heeft gefunctioneerd, hoe de mens heeft gefunctioneerd op die plantage en wat uiteindelijk van die mens geworden is. Als we nu kijken naar het nationaal project, geschiedenis. Ziet u, daar hebben we een student op gezet en die heeft een heel mooi stuk geschreven. En op het ogenblik is er één bezig om de familie Shankar naar voren te halen. Een profiel, geen biografie, maar een profiel van die familie die zoveel invloed heeft gehad op die plantage. Niet alleen op de plantage, maar heel Nikeri. Dus ik kan u garanderen dat de onderwerpen die bekeken zijn helemaal in het kader van Nikeri zijn geweest. En we zijn daar heel trots op. Heel trots op. Een ander onderwerp is dat de kleinlandbouw van Avro's is bekeken. Weet Klein Henaar. En Gertruidenburg moet het zijn, zeg ik het goed? Is het Gertruidenburg? Maar in ieder geval de plantagelandbouw van zwarte mensen. Toch? Als je over Nikeri praat, praat je over rijst. En dan praat je over een etnische groep de Dustanen. Maar zwarte mensen hebben ook een bijdrage geleverd. In de cacao, in de suiker en in de kleinlandbouw om te overleven. En daar heeft een student ook aandacht aan besteed. De opleiding begon 4 jaar geleden met 24 studenten. Gaandeweg de rit zijn er enkele uitgevallen.
In de loop van de tijd hebben 4 afgemeld vanwege omstandigheden, te ver, werk, etc. En de 20 die over zijn gebleven, die zijn we dus nu aan het afronden. De eerste 10 zouden aan de beurt komen vandaag, maar ik gaf het aan dat vanuit Nikeri er ook een verloop is naar de stad. Dus uit die 10 zijn er 3 naar Paramaribo gegleden, om het zo te zeggen. Met als gevolg dat ik 7 over heb om vandaag de diploma's uit te reiken namens het instituut. Maar dat neemt niet weg dat ik niet tevreden ben. 10 zou goed zijn, maar 7 is prima omdat Nikeri ze nodig heeft. Niet alleen als leerkracht in het onderwijs, maar ze zijn ook inzetbaar voor erfgoed, voor het nieuws onder andere, voor archieven die opgezet kunnen worden. Geschiedenismensen zijn nodig en ze hebben hier een dusdanige opleiding gehad dat ze kunnen functioneren en in het onderwijs, maar ook gaan ze zich kunnen inwerken in andere zaken waar ze nodig zijn. 7 bekwame geschiedenisleraar in Nikeri nou. Tot hoever heeft u een bevoegdheid? Waar mogen ze lesgeven tot waar? Nou, het uitgangspunt is, zoals men dat zegt in het werkveld, is dat ze bevoegd en bekwaam zijn voor de MULO. En bij als er niets anders meer is, dat ze zelfs worden ingezet voor de onderbouw van het VOS. Maar ons uitgangspunt hier, toen we met de opleiding begonnen, en ik ben er blij mee dat een paar dagen geleden de minister dat heeft ondersteund door het ook aan te halen, dat de leerkrachten die je op een gegeven moment op MOA-niveau klaarmaakt, die inzetbaar zouden moeten zijn op niveaus in het onderwijs. Dus je zou ook vakleerkrachten kunnen hebben in het basisonderwijs. Je maakt het onderwijs alleen maar beter en sterker. Dus niet uitsluitend op de MULO lesgeven, maar ook in het nijverheidsonderwijs, daar zijn ze bekwaam voor, maar ook als vakleerkracht onder supervisie uiteraard van de directeuren van de scholen, dat ze misschien 3, 4 scholen beheren van de basisschool, waar ze het vak geschiedenis gaan onderwijzen. Niet doseren, maar onderwijzen. Dat hebben ze ook geleerd. Dus dan gaan ze aan kleintjes, aan jonkies zeg ik dan, het vak uitleggen. Want per slotverrekening hebben zij geschiedenis gestudeerd. Maar de kinderen hebben geschiedenis op een rooster. En dat zijn 2 verschillende dingen. Wanneer komt de MOB-opleiding? Want die vraag is gesteld vanuit de groep. Die vraag is gesteld en dan antwoord ik een beetje in het verlengde van wat de minister bij de uitreiking Paramaribo heeft gezegd. En ook toen hij op bezoek was op het EOL. Dat vanwege omstandigheden het even wordt aangekeken van hoe gaan we het aanpakken en wanneer. Maar zodra het zover is, krijgen ze zeker een seintje dat een vervolgopleiding gaat beginnen. En misschien niet eens zozeer volgend jaar, maar het komt er wel. Wanneer is de tweede groep gereed? Wat moeten ze nog doen? Nou, de tweede groep die is zeker midden december gereed. Dus dat wil zeggen, de uitreiking kan dan in januari geschieden. Nou, het zijn studenten die bezig zijn met hun werkstuk. Maar u weet, het werkstuk, daar moet je onderzoek voor doen. Dus sommigen zijn net nog niet klaar om het af te schrijven of uit te schrijven. En dan heb je hier en daar ook nog wat studenten een beetje achter zijn geraakt vanwege werk. Dat ze 1 of 2 hertentamens moeten doen. Maar de meesten hebben dus al gepresenteerd en zijn in de pijp om hun werkstuk af te schrijven. Dus ik verwacht dat de volgende groep, grote groep, in januari volgend jaar, dus 2016, diploma's kan ontvangen. En dan heb je natuurlijk een aantal, 1 of 2, die nog een beetje naweeën, om het zo te zeggen. En die zullen dan zeker ook nog het afronden, want daar gaat het om. Assembleelid Giliano Snip, die ook op de opleiding gezeten heeft, maar vanwege omstandigheden het nog niet heeft kunnen afronden, sprak zijn medestudenten de geslaagden toe en zei dat Nikeri ze nodig heeft. Ik praat niet over leerlingen en studenten. Nikeri heeft ons nodig. Wij hebben een historisch oog. Wanneer we ergens gaan, kunnen we dingen historisch bekijken en zien en horen. En Nikeri heeft dat nodig. Ja, als ik maar een makkelijke voorbeeld kan geven. Als ik zeg DSB, dan kunnen we aan de naam is historisch zien. Ja, want de Surinaamse... bank wordt anders geschreven als Surinaamse nu.
En de Surinaamse bank ligt aan de Landingstraat. Dan ga je je afvragen, Landingstraat. Hoe komt die straat aan de naam Landingstraat? Maar dat is de straat waar de eerste mensen aankwamen met de boot. De Belandendraad in. Je ziet het Sranatonge ook. Dus wij hebben een historisch oog. Nikeri heeft ons nodig. DSB kan ons nodig hebben en jij gaat zo'n archief beheren. Ja? We hoeven niet altijd te wachten op de overheid om in het onderwijs te gaan om te werken. Ja? Er komen toeristen hier die dingen willen zien en horen historisch. Ja? We kunnen een bedrijfje beginnen om toeristen op te vangen en te begeleiden. Dat alles kan gebeuren. Dus daarom ben ik blij met alvast de 7 en de rest die komen. Ja? Laten we zien dat Nikeri wat aan ons heeft. Niet alleen op de scholen, maar ook in de samenleving. Ja? Nogmaals van harte gefeliciteerd. Minister Gilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen garandeert dat er alles aan gedaan wordt de energievoorziening in het binnenland te continueren. De bewindsman heeft besloten om in het belang van de optimale leveringen van brandstof en het prudent omspringen met de energiebelangen van de dorpen in het binnenland, Sydney Harris, onderdirecteur elektrificatie en fungerend hoofd van dienst elektriciteitsvoorziening, per direct te ontheffen. Uit rapporten van de Centrale Landaccountantsdienst, CLAT, blijkt dat enkele zaken die niet transparant plaatsvinden binnen de dienst onaangeroerd blijven en steeds terugkeren, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is. Dit meldt NH in een persbericht. Het voorzien van de dorpen in het binnenland van brandstof voor energievoorziening is een belangrijke taak van de dienst elektriciteitsvoorziening van het ministerie van NH. Daarnaast biedt deze dienst ondersteuning bij het ontwikkelen, voorbereiden en opzetten van hernieuwbare initiatieven, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor de elektrificatie van het binnenland van Suriname verminderd wordt. Er zijn veel problemen geconstateerd bij het garanderen van de levering van brandstof aan het binnenland. Ook het ondersteunen van initiatieven voor renewable energy resources komt niet goed van de grond. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.